Roland Corstius. Die moest zich vandaag melden bij de rechter in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie vervolgt de journalist wegens smaad. In 2017 schrijft Jellebrand Corstius een stuk in Trouw waarin hij een oud-collega bij Barend en van Dorp beschuldigt dat hij door hem gedrogeerd en verkracht is. Het lag al 2 jaar in mijn la. Ik heb het 1 jaar of 2 geleden. Wanneer speelde dat toen met Bill Cosby? Ik merkte dat ik gewoon dat echt obsessief aan het volgen was. Ik zat het echt dag en nacht te lezen. Dacht ik, wat is er aan de hand? Dacht ik, oh ja, wacht even, dat is er gebeurd. Het is alsof je, alsof het ineens weer in je hoofd verschijnt. En toen heb ik niet het lef gehad om met dat verhaal naar buiten te komen. Er wordt weliswaar geen naam genoemd in het artikel, maar voor insiders is makkelijk te achterhalen wie wordt bedoeld. De naam van tv-producent Gijs van Dam komt dan ook snel naar boven. Kort na het artikel doet Van Dam aangifte van smaad en laster, waarop Corstius een tegenaangifte doet tegen Gijs van Dam van drogering en verkrachting. Ja, Gijs van Dam zelf heeft een hele andere idee bij wat er toen is gebeurd. Maar voor Jellebrand Corstius was het heel heftig en hij voelde zich echt seksueel misbruikt. Na 2 jaar besluit het OM te seponeren wegens gebrek aan bewijs. Gijs van Dam laat het hier niet bij zitten en doet verschillende keren aangifte van smaad. Het gerechtshof besluit dan alsnog dat Jellebrand Corstius vandaag voor de rechter moet verschijnen. Nu sprake is van bewezen te verklaren strafbare feiten en een strafbare verdachte dient de vraag te worden beantwoord of een straf dient te volgen. Wij vorderen een werkstraf van 60 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De verdachte heeft in deze zaak de aangever in de publieke opinie, in de publiciteit, een verkrachter genoemd en ook aangegeven dat hij door hem gedrogeerd zou zijn, heeft hem hufter genoemd en in eenzelfde adem ook genoemd met Weinstein en met Cosby. En dat is echt, ja, dat beschadigt echt de eer en de goede naam ook van de aangever. Heel heftig allemaal. Veel gebeurd tijdens deze zaak. Ja, die zaak, er ging ook van alles gebeuren daar weer. Want Jelle die gaf aan dat hij eigenlijk ook wilde dat zijn persoonlijke omstandigheden, zoals hij dat dan noemt, hè, dus dat zijn natuurlijk ook een beetje de wat intiemer details, neem ik aan. Ja, dat die achter gesloten deuren zouden worden behandeld. Nou, daar ging de rechter niet in mee. Dat vind ik ook terecht, denk ik, want daar gaat nou juist die hele zaak ook over. Alles is zo openbaar geweest. Hij is er natuurlijk zelf ook de aanstichter van geweest, laten we wel wezen. Hij zei toen wel, ja, maar ik wil eigenlijk dat mijn stem dan niet kan worden opgenomen. Hij zegt, ja, dan wordt dat weer verknipt, komt in allerlei media terecht en dat doet dan geen recht aan wat ik hier wil zeggen. Nou, daar ging de rechter wel in mee, dus daar is rekening mee gehouden. Ja, hij heeft uiteindelijk zijn verhaal gedaan. En hij zei ook van hij werd heel emotioneel aan het eind. Hij zegt, ja, ik wil ook dat mijn gezin nu rust krijgt. Nou, dat vind ik dan ook best een opmerkelijk punt. Ik denk, ja, ik kan me niet voorstellen dat de laatste tijd mensen het überhaupt over zijn gezin hebben gehad. Nogmaals, hij heeft die knuppel in het hoenhok gegooid. Ja. En dan moet je ook toch niet raar staan te kijken dat uiteindelijk uitlekt. Want in dat artikel in Trouw heeft hij natuurlijk geen naam genoemd. Hij kon op zijn vingers natellen natuurlijk dat andere journalisten er heel snel achter konden komen dat het om Gijs van Dam ging. Ja. Ja, dus dat en dat is daarna ook besproken bij De Wereld Draait Door. Ja. Dus dit hele verhaal klopt van begin af aan helemaal niks van. Die hele Jellebrand Corstius, die heeft hier ongelooflijk veel schade toegebracht aan Gijs van Dam. Die zich daar eigenlijk niet tegen kon verdedigen. Volgens mij is het gewoon zo, ze hadden een borrel te veel gedronken. Ze werkten allebei toendertijd bij Barend en van Dorp. Hij was stagiair toen, Jelle. Maar die Gijs was 1 jaar ouder, hè, dus het was ook, de machtsverhouding was er ook niet echt. Maar er wordt natuurlijk ook niet ontkend dat dit gebeurd is. Hè? Want maar drogering en verkrachting, dat is nogal een aantijging. Maar dat is een aantijging. Hè? En dat is ook een beetje het verschil, want smaad en laster, daar zit toch wel een verschil tussen. Smaad gaat over bijvoorbeeld belediging of het betichten van iets wat wel gebeurd kan zijn. En dit betreft laster? Nee, dit is smaad. Laster is echt ook een dat is strafbaar, omdat je dan een onwaar feit benoemt. Ja, precies. En in dit geval gaat het alleen om, die Jelle die heeft gewoon seks gehad met Gijs en die heeft daar achteraf spijt van gehad. En nogal achteraf. En wat vind jij van zijn houding dan vandaag, Frits? Dat hij zegt van eerst achter gesloten deuren, daar gaat de rechter niet mee akkoord, daarna geen stemmen. Ik vind die hele houding van die hele Jelle heel erg raar. Die hele aantijging is eigenlijk helemaal geen bewijs voor geleverd. En dan zegt hij aan het eind van die rechtszaak ook nog eens een keer, ik hoop niet dat er nog een civiele zaak van komt. Ja, hallo, als die rechter straks uit
spreekt de straf, namelijk die 60 uur met een proeftijd van 2 jaar... dan komt er natuurlijk een civiele zaak. Nou, dat is want die Gijs van Dam is bijna failliet gegaan door al die aantijden. Maar goed, het is aan de rechter. 60 uur voorwaardelijke werkstraf. Ja, ik vind het zeer matig. Want als je er wordt dus gewoon eigenlijk gezegd, die smaad klopt. Hè? Er is een smaadzaak, dat is ook uitgesproken. Ik vind smaad ontzettend smadelijk, laat ik het zo maar noemen. Nou, ja. En ik vind als je als rechter dan 60 uur ook nog voorwaardelijk... Ja. Hè? Dus als je die 2 jaar gewoon verder er niet over uitlaat... of niet soortgelijk verdrag vertelt, wat die ook zeker niet gaat doen... dan kom je dus gewoon weg met niks, feitelijk. Je materiële schade en immateriële schade. Moet gezegd. Zij waren dus niet aanwezig. Gijs van Dam bij de zaak was hij niet aanwezig. Want hij zegt, ik heb geen zin om weer al die leugens aan te moeten horen. Peter Plasman, zijn advocaat, heeft gezegd... wij gaan zeker een civiele zaak... Hè, dat is een zaak tussen 2 burgers, dus geen strafrechtszaak. We gaan zeker een claim neerleggen, omdat Gijs van Dam is een bekende tv-producer. Hij is onder meer bijvoorbeeld ook de producer van het Boekenbal. Ja. En hij heeft echt aantoonbaar, zegt hij, claimt hij, dat hij echt heel veel werk verloren heeft. En het is ook logisch dat hij niet bij die zaak was, want hij had geen spreekrecht daar. Het was namelijk het OM. Dus hij gaat daar natuurlijk niet weer 1,5 uur naar al die leugens zitten luisteren. Dat begrijp ik ook wel. 18 januari is de uitspraak. En dan zal duidelijk worden of het inderdaad bij die 60 uur blijft. Of dat minder of meer wordt. Maar die civielrechtelijke zaak, die zal er waarschijnlijk toch echt wel komen. Nou, ik mag hopen van wel, zeg. Ja, maar mag ik even wat zeggen? Jij bent er best wel fel in. Ben jij er op een of andere manier bij betrokken? Of hoe? Nou, ik ken Gijs. En ik heb dit van begin af aan gevolgd. En het is die hele Jelle die met zijn rare verhalen. En dan eerst in Trouw en daarna bij De Wereld Draait Door. En dan een beetje terugtrekkende beweging maken. En zeggen van, misschien moeten we er een streep onder zetten. Hallo, dat is nogal een aantijging die is gedaan. Want dat gaf je aan het eind van de zaak aan. Hè? Van ik wil eigenlijk nu in gesprek met Gijs. Daar komt hij al wel rijkelijk laat mee, denk ik. Om er misschien toch een streep onder te kunnen zetten wat jij zegt. Maar veel mensen die hebben het verdriet ook van Gijs meegemaakt. Hij heeft ook voor Shownieuws gewerkt. En ik ken hem ook persoonlijk. Maar toch moeten we dit aan de rechter laten. Nee, sowieso. Natuurlijk moeten we het aan de rechter laten. Maar ik denk dat deze rechter een hele verstandige uitspraak gaat doen. En dat er daarna een civiele zaak komt. En anders komt 18 januari,